Hoi, welkom uit het Leerkanaal. Leuk dat je kijkt. We gaan het vandaag hebben over de schilder Jeroen Bos. Nou, in welke tijd leven? Je ziet hier dat Nederland als land nog niet bestaat. Het bestaat uit een aantal gewesten die werden bestuurd door landheren. Nou, hier zie je een kaart van Europa. Waarom laat ik die zien? Nou, in 1384 erfden de hertogen van Bourgondië, dat ligt in Frankrijk, zie je wel, een deel van die gewesten en daardoor ontstond er de Bourgondische Nederlanden. Nou, in die tijd leefde Jeroen Bos in Den Bosch. De samenleving bestond toen uit een aantal lagen in de bevolking. Bovenaan stond de geestelijkheid, de kerk dus. Daaronder de leenheren, mensen van adel en daaronder de burgers. In die tijd lag de macht in de samenleving bij de geestelijkheid, bij de kerk dus. Heel veel jongens gingen naar het klooster om monnik te worden en meisjes werden non. Nou, wat deden die hele dag? Nou, hele goede dingen zoals zieken verzorgen, onderwijs geven, boeken overschrijven en kerkdiensten leiden, want iedereen ging toen nog massaal naar de kerk. Er was ook volop besef dat als je een goed leven leidde, ging je naar de hemel, maar als je een slecht leven leidde, ging je naar de hel. In het Tuin der Lusten, een werk van Jeroen Bos, waarschuwt de schilder eigenlijk dat je in de hemel of in de hel terecht kan komen. Hij wilde de mensen eigenlijk een beetje schrik aanjagen. En dat deed hij door allerlei rare fantasiewezens in zijn schilderijen te verwerken. Nou, op dit moment hangen in het Museum Boijmans van Beuningen enkele werken van Jeroen Bos. Jeroen Bos, hier heb je hem, is 66 jaar oud geworden. Dankjewel voor het kijken. Groetjes.